De Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie PAHO heeft 30.000 gele koortsvaccins aan Suriname gedoneerd. Hiermee is het tekort dat al enkele maanden bestond ingelopen. PAHO doet deze schenking in het kader van haar programma voor technische samenwerking. President Santokki heeft bij een bezoek aan de Apostolische Bevrijdingskerk van Jezus Christus, die gisteren haar 36e jaardag vierde, stilgestaan bij de uitdagingen waarmee de samenleving kampt. Santokki heeft daarbij aangegeven dat elke burger, organisatie of beweging nodig is om te werken aan het overwinnen van de uitdagingen. Apostel Muniraj Singh gaf aan dat bij de viering van het 36-jarig bestaan van de kerk gebed voor Suriname centraal staat. En het Openbaar Ministerie heeft de afgelopen dagen haar taak in het kader van bestrijding van milieucriminaliteit voortgezet. In de periode van 28 tot en met 30 september heeft het Openbaar Ministerie met ondersteuning van het leger en de politie 10 skaljans in het gebied van Stoelmanseiland onbruikbaar gemaakt. Betreurenswaardig is dat daarbij is gebleken dat aan de Surinaamse zijde van de rivier de meeste oevers reeds goudwinningactiviteiten hebben doorstaan en daardoor totaal zijn vernield.